De heer Wilders. Voorzitter, dit is het grootste drama van het afgelopen jaar. We hebben het hier en terecht veel over corona en coronapatiënten. En ik heb het al eerder gezegd, natuurlijk moeten die de best mogelijke zorg krijgen. Maar daarachter zit een groep van mensen. We weten inmiddels dat het 1 miljoen mensen zijn die, ja, die gewoon niet zijn doorverwezen naar de specialist in het ziekenhuis, terwijl dat wel had gemoeten. En dat zijn niet zomaar mensen, zelfs op oncologie, hè, voor de mensen thuis, dat is dus inderdaad als je kanker hebt, daar zijn 25% minder mensen naar oncologie verwezen. Dat is niet last van je knie, hoe erg dat ook kan zijn. Dat is gewoon oncologie. Dus ik blijf, mijn eerste vraag, ik heb hem aan de minister-president gesteld, want ik vind dat Nederland recht heeft om dat te weten. Hoeveel mensenlevens heeft dit, zeker in de eerste golf, toen die zorg, de reguliere zorg, bijna geheel werd afgeschaft of uitgesteld. Hoeveel mensenlevens heeft dit gekost? De minister. Ja, voorzitter, dat is niet eenvoudig te zeggen. Laat ik zeggen dat we op dit moment het RIVM kijkt naar de effecten van het wegvallen van de reguliere zorg door COVID-19. Zij komen hierover in december met een publicatie en zij maken dan een inschatting. Zij proberen een inschatting te maken van de mogelijke gezondheidsschade omdat een deel van die reguliere zorg is weggevallen. Het tweede wat ik de heer Wilders aan kan geven is dat in de corona-inclusieve volksgezondheid toekomstverkenning eind volgende week, en dat is 27 november, door het RIVM wordt gepubliceerd, zij daar ook ingaan op de gezondheidseffecten van het afschalen en het stopzetten. En dat doen zij op basis van de gegevens van de eerste golf. En verder hebben wij ook aan de NZA gevraagd om in die cijfers te duiken. Wat is er van de mensen van die 800.000 van de zomer? Daar zijn ze mee aan de slag. Hoeveel van die zorg was een voorbijgaande vraag? Maar hoeveel van die zorg is ook echt omdat mensen later komen of soms zelfs te laat komen op lange termijn ook schadelijk? Dus die onderzoeken lopen nog. Ik heb daar niet hier en nu een eenduidig antwoord op. De heer Wilders. Maar Nederland krijgt wel antwoord op de vraag hoeveel levens dit heeft gekost. Als u dat maar kan bevestigen, of het dan volgende week is of over 2 weken. Ook dat getal, hoe onprettig dan ook. We houden dagelijks bij hoeveel, hoe triest dat ook is, hoeveel corona en mensen aan corona overlijden. Ik wil gewoon ook weten wat dit heeft gekost aan mensenlevens. En ieder mensenleven is er één te veel, maar ik wil het weten. En ik hoop dat ik u zo mag interpreteren dat u dat ons gaat vertellen. Voorzitter, twee andere vragen als u mij toestaat. Het eerste gaat over de ziektekostenpremie. Ik vind het onverkoopbaar dat nu 1 miljoen mensen hun zorg niet of te laat hebben gekregen. Dat of het er nou wat mee te maken heeft of niet, dat die mensen wel meer zorgpremie moeten gaan betalen. Ik heb dat in mijn termijn genoemd. Ik vind dat onrechtvaardig. Leg je de mensen uit? Je hebt geen of minder zorg gekregen en je krijgt een premieverhoging. Nou weet ik dat u niet de verzekeraars kan voorleggen hoe hoog die premie is, maar u kan het wel compenseren als u met me eens bent dat dat onrechtvaardig is. Bent u bereid om voor de mensen voor het afgelopen jaar die minder zorg hebben gekregen, om die zorgpremie die meer stijgt dan u met Prinsjesdag, wat zei u toen, het kabinet, geloof ik €5 per maand. Als je kijkt naar CZ, dan is het al bijna dubbele grote verzekeraar. Bent u bereid om dat te compenseren? De minister. Voorzitter, op de eerste vraag van de heer Wilders. Ik weet niet of het uiteindelijk mogelijk is om een optelsom te maken van mensenlevens. Dat weet ik niet. Omdat er zo verschrikkelijk veel verschillende situaties ook denkbaar zijn. Het kan inderdaad, en ik heb die verhalen ook gezien vanuit de eerste golf, dat er echt sprake is van overlijdens. En dat is onherstelbaar. En dat leed is ook niet terug te draaien. Het kan ook zijn dat mensen bijvoorbeeld in een later stadium van een melanoom bij de arts komen. En dan is er wellicht geen overlijden, maar is de behandeling wel veel zwaarder. En dat is wat het RIVM doet. Die kijkt naar de effecten op de gezondheidsschade. En ik zeg de heer Wilders toe dat we dat uiteraard aan de Kamer zullen sturen. Maar dat zal niet uiteindelijk onderaan de streep, schat ik in, een optelsom zijn van het aantal mensenlevens. Dan het punt wat de heer Wilders maakte over de premie. Uiteindelijk is er heel veel zorg geleverd, maar er is een verschuiving geweest in de zorg die is geleverd. Want de COVID-zorg vroeg zeker in maart om voorrang. Dus die zorgkosten die zijn verschoven. En uiteindelijk wordt ook, is de bedoeling, de afgeschaalde zorg
ingehaald. Dus nog steeds geldt ook de zorgplicht van zorgverzekeraars ten behoeve van verzekerden. En de stijging van de premie van 2021, als we die vergelijken met die van de afgelopen jaren, dan is die in lijn met die van de afgelopen jaren. Dus hij stijgt niet extra vanwege corona. En dat was voor mij wel een heel belangrijke toetssteen. En daar zijn ook diverse acties op gezet. Dus mij lijkt het niet logisch, maar ook niet mogelijk om daarop te compenseren. Ja. Voorzitter, het eerste punt. Ik wil horen in een rapport of verslag, of het nou de feiten, een schatting of weet ik wat is. We doen het ook met corona, hoeveel mensenlevens heeft gekost. Dus ik kom daar dan wel later op terug. Ik vind het, en ik zal de Kamer dan ook een uitspraak over voorleggen, ongelooflijk dat u zegt, ja, ze hebben wel zorg gekregen. Nee, ze hebben, 1 miljoen mensen hebben geen zorg gekregen. Dus dat moet worden gecompenseerd. Ook dat zal ik aan de Kamer voorleggen, maar laat u dan op zijn minst 1 ding wel compenseren. En dat is wat nu blijkt, dat heel veel mensen die op de lijst stonden om een operatie te krijgen bijvoorbeeld, dat die, omdat die operatie is uitgesteld en hun DBC voor hun na een half jaar verliep, hebben die in jaar 1, waar ze dus geen operatie hebben gekregen, hebben ze een eigen risico voor moeten maken. Maar door het verlopen van het DBC hebben ze in het jaar daarop, stel iemand was in juli, is een paar keer bij de dokter geweest, of in januari, heeft daarmee zijn eigen risico volgemaakt. Maar de operatie is niet doorgegaan door corona, is nu ingepland voor februari of voor maart, moet dan opnieuw voor diezelfde behandeling die dus niet heeft plaatsgevonden, zijn eigen risico gaan betalen. En dat, mevrouw de voorzitter, is echt onrechtvaardig. Dus op zijn minst hoop ik, dat waar u dan niet die premie, dat u voor deze mensen niet 2 keer voor 1 behandeling, 2 keer €385 eigen risico in rekening brengt. Ja, de minister. Nou, voorzitter, laat ik vooropstellen dat er heel veel onrechtvaardigheid is in deze crisis. En ik kan niet alle onrechtvaardigheden oplossen. Dat zeg ik er eerlijk bij. Als het gaat om het uitstellen van operaties, dan is dat onrechtvaardig. Als het gaat om de doorwerking van het eigen risico, ik ga het voor de heer Wilders navragen, maar ik zeg zo even primair als reactie dat zo in het systeem ingaan om dat te doen, het lijkt mij onuitvoerbaar. Maar ik zal hem daar in tweede termijn op antwoorden. Ik wou het toch gezegd hebben nog, voorzitter, want misschien is het ook wel goed om daar ook nog de heer Wilders over te informeren. Hij gaf aan dat er 30.000 mensen wel naar de huisarts waren geweest, maar niet verwezen hadden kunnen worden naar het ziekenhuis. Ik heb dat heel erg voor hem nagevraagd, want ik schrok daarvan. Ik dacht, dat zit toch anders. Maar we hebben geen signalen dat huisartsen niet doorverwijzen in verband met de vermeende druk in de ziekenhuizen. Ze doen overigens soms wel andere vormen van zorg toepassen, omdat ze weten dat het druk is. Maar we zien dat er 30.000 minder mensen naar de huisarts gaan. En dat is ook de oproep die mevrouw Sasias bij het vorige debat deed, die de minister-president in de persconferentie deed en die ik ook de heer Wilders hoorde zeggen. Neem wel contact op met je huisarts. Laat de afweging of je gezien moet worden een medische zijn. Maar ik kan hem in ieder geval hopelijk geruststellen dat het niet gaat om 30.000 mensen die wel bij de huisarts zijn geweest, maar die niet zijn doorverwezen. Voorzitter, dan vroeg de heer Wilders, wanneer kunnen mensen hun uitgestelde zorg weer inhalen? En dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. En we zien in deze tweede golf een lagere piek, maar hij duurde langer. En ik kan hem in ieder geval aangeven, voorzitter, dat als we de huidige R-waarde, dus het reproductiegetal, als dat onder de 0,9 blijft, dan ontstaat er in de loop van december ruimte voor hervatting van de uitgestelde urgente zorg. En nu al, op dit moment, wordt elk vrijgekomen COVID-IC-bed opgevuld met iemand die geen COVID heeft. En als je dat doorrekent en je zou zeggen van nou, dat reproductiegetal dat blijft onder de 0,9, dan is het beeld dat we op zijn vroegst in het late voorjaar bezig zullen zijn met zowel COVID-19-zorg als ook het inhalen van de uitgestelde zorg. En langzaam zul je dan zien dat de verhouding tussen die twee kantelt. Wat we wel zien is dat om de zorg snel in te kunnen lopen, de ziekenhuizen opgeschaald moeten blijven. En wat we ook zien, want het is een model wat ik hier, waar ik hier over vertel, dat ervan uitgaat dat mensen op dezelfde hoeveelheid ook blijven werken. En dat is precies waar we nu zien dat de moeilijkheden ontstaan, want mensen zijn moe, mensen zijn zelf ziek,
Mensen hebben soms al sinds de eerste golf doorgewerkt. Dus dit is een prognose op basis van een model. Maar ik denk dat het voor ons het allerbelangrijkste is dat we helpen met voldoende personeel. Dat we hopen dat er geen extra beroep is op de zorg vanwege eventuele andere externe factoren die nu nog niet te voorspellen zijn. En u zult zich voorstellen, u kunt zich voorstellen, voorzitter, dat dit voor mij een enorme motivatie is om er alles aan te doen wat in mijn macht ligt om te voorkomen dat er een derde golf komt. Maar ik geef u zo het woord, maar ik zou graag willen weten hoeveel vragen u nog heeft op dit. Op dit teken deel. Nog ja. Drie. Drie? Ja, dan twee, sorry. Stel ik voor dat u die. En dan krijgt u graag bij. Alleen op dit punt. En daarna is het klaar. Okay. Maar voorzitter, kijk. Mijn oproep is, ik heb dat net al even gezegd toen ik de minister-president interimpeerde, u zou eigenlijk die persconferentie moeten houden. Weet u, niet dat het corona nu voorbij is, maar u wil niet weten hoeveel mensen zich zorgen maken over een uitgestelde zorg. Ik krijg mails van mensen die wiens zorg is uitgesteld en omdat ze veel pijn hadden, pijnstillers hadden gekregen, maar die pijnstillers inmiddels niet meer kunnen nemen, omdat ze die zo lang moeten nemen, dat dat weer tot bijwerkingen leidt. Dus mensen worden er helemaal knettergek van dat dit is. Ik zou aan u willen vragen, pak die camera, pak die microfoon en communiceer naar de mensen in Nederland. Het zijn er gigantisch veel, meer mensen dan nu met corona in het ziekenhuis liggen. En communiceer wat ze kunnen verwachten, wanneer ze hun zorg weer kunnen krijgen. Wat u dan, als u niet precies weet, verwacht dat ze het kunnen krijgen. Communiceer het met die mensen. Want dat gebeurt te weinig en dat helpt gigantisch. Voorzitter, die handschoen pak ik heel graag op.